Dus voor full range of motion, als je dat gewoon volledig met controle kan doen, daar moet je gewoon een zo zwaar mogelijk gewicht bij pakken. En het getal maakt eigenlijk niet uit wat het is, zolang het maar voor jou zwaar is. En zwaar betekent gewoon tot falen gaan rond tussen de 8 en 15 reps, zeg maar. Ik train denk heel licht biceps, als je naar de kilo's kijkt. Bijna iedereen in basic fit die curlt meer dan ik, zeg maar. Ja. Maar wat de spier ervaart, is heel erg zwaar. Ja. Omdat je zo gefocust bent op die perfecte uitvoering, dan wordt het heel zwaar. Die mind-muscle connection, denk ik. Hè? Ja. Want,